Wat ik zelf zo mooi vind aan het fotorealisme is dat deze werken die op het eerste gezicht misschien alleen verleiden, roepen ze hoe langer je kijkt steeds meer vragen op. Als je die werken beter wil begrijpen, dan moet je daar ook de tijd voor nemen en dan zie je meer. En dat zit hem niet alleen in details, maar dat zit hem ook in de bedoeling van de kunstenaar. Welke verhalen vertellen deze kunstwerken en op welke manier vertellen ze die?